aan de kant. Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar Splitsplint, een nieuwe video. En vandaag een video, hartstikke leuk. Jullie hebben het al aan de titel gezien. Who the fuck, what the fuck, waarom is dat ding zo raar? Waarom doet het zo... Ja, hij ligt hier zo. Dit is hem geworden. Het is de schuimkoffie à la Arthur La Mala Mama. Oké, maar vandaag wil ik het hebben over Arm Was Right. Heel veel mensen zijn niet zo aardig tegen hem. En ja, dat vind ik best wel jammer. Haters. Wat is dat eigenlijk? Dat zijn gewoon mensen die dus te zielig zijn om gewoon voor iemands neus te zeggen dat hij een kankermogol is. Dat is het eigenlijk een beetje. Het zijn altijd 13-jarigen die denken dat ze stoer zijn, dat ze iets kunnen opschrijven. Die mensen van 13, die weten nog niet eens wat filmen is. Die kunnen het nog niet eens. Heel veel mensen zeggen op school van, yo, leuke video. Maar sommige mensen zeggen, Arthur, je video's zijn slecht. En dan zeg ik tegen diegene, doe het lekker zelf, bewijs het. Hè? Bewijs dat jij zo'n video kan maken. En praat dan voor mijn neus. Je moet er ook niet zoveel van aantrekken van die haters. Want ze denken dat ze iets kunnen fixen. Dat je stopt met YouTube. Nee hoor, maar echte YouTubers gaan door. Nogmaals, Armo, echt dikke respect voor jou. Dat jij dus gewoon zo'n video online hebt gezet. Daar ben ik echt super, super trots op zelfs. Want ik zou dat echt niet durven. Morgen komt er weer een video. En dat wordt ook super grappig. Want ja, dan ga ik een video maken. En dat is altijd leuk, toch? Dit wou ik gewoon even meegeven. Kijk, weet je wat het is? Ik geef dingen mee wat ik in het leven zie. En wat ik in het leven zie, dat wil ik aan jullie delen. En het is niet omdat ik meer views wil. Echt niet, mensen. Ik word ook niet betaald. Ik kan jullie bewijzen dat ik niet betaald word. Want mijn hele AdSense account is naar de tering. Ik moet nog 50.000 euro betalen aan AdSense. En dat ga ik dus niet doen. Dus ik heb AdSense heb ik uitgezet. En het is gewoon zo, alles wat ik denk, dat wil ik gewoon op YouTube zeggen. En ja, dat zeg ik nu. En daar ben ik blij mee. Ik mag gewoon alles uiten, hier zo. En vandaar dat ik dus deze video had gemaakt. Doe even dat duimpje omhoog. Laten we de 30 likes halen. Dat zou ik super tof vinden. Want er komt vette content aan. Plaats een leuke reactie. Wat jullie hiervan vinden dat Armo dit gedaan hebt. Ik vind het echt respectvol. En ga zo door. Nou, en dan zie ik jullie weer later.